Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Ik pakte net een nieuw boek om te gaan lezen van mijn TBR. Ik zocht hem op Goodreads en ik zag dat het boek op mijn fysieke TBR was met de hoogste rating. Dat is niet helemaal waar, want de allerhoogste is een deel van Harry Potter, maar die heb ik al gelezen. Maar omdat ik ze in het Engels niet had gelezen, heb ik ze nog wel op mijn TBR staan. Maar goed, die tel ik dus niet helemaal mee. Maar het boek waar ik in wilde gaan beginnen is deze, De Nachtegaal van Kristin Hanna. Deze krijgt op basis van 5 sterren op Goodreads gemiddeld 4,61. En dat uit meer dan een miljoen reviews. Dus gemiddeld 4,61 uit meer dan een miljoen reviews is gewoon echt, echt heel erg hoog. Ik wist dat dit boek heel erg goed zou zijn. Ik heb van meerdere boekzoekers gehoord dat het echt hun favoriete boek aller tijden is. En ik had zoiets van, ja, ik wil hem wel graag lezen, maar ik ben er bang voor. Want ja, we kennen mij ondertussen wel een beetje. Vaak als mensen een boek ophypen, dan ga ik er kritischer naar kijken. En dan vind ik het meh. Dus een beetje buikpijn om hierin te gaan beginnen. Maar ik heb hier wel echt heel erg veel zin in om in te gaan beginnen. Dus ik dacht, ik neem jullie mee in een video waarin ik niet alleen het boek ga lezen met de beste reviews op mijn TBR, maar ook het boek ga lezen met de slechtste reviews op mijn TBR. Deze krijgt gemiddeld, nou ik weet het nu niet eens meer uit mijn hoofd, volgens mij 3,2 of 3,4 of zo. Alsnog gewoon voldoende, want als ik een boek 3,5 ster geef, is het alsnog een 7. En als ik een boek 3 sterren geef, is het alsnog een 6. Dus wat dat betreft wel voldoende. Maar niet iedereen is hier heel erg enthousiast over. Al zie ik ook wel mensen die er wel weer enthousiast over zijn. Dus, wat ga ik deze video doen? Ik ga hier denk ik wel wat langer over doen. Want dit is een boek van, dan moet ik even kijken, 500 pagina's. Dus daar doe ik wel even over. En dit is een boek van iets meer dan 500 pagina's. Al lijkt deze veel dikker, maar dit is gewoon dikker papier. Ik ga denk ik gewoon eerst deze lezen. Als ik deze uit heb, dan ga ik Echo lezen. En dan ga ik tussendoor gewoon wat videofragmenten laten zien. Tussendoor een beetje vertellen wat ik ervan vond. En aan het einde dan geef ik mijn eigen review en dan geef ik aan wat ik er nou zelf uiteindelijk van vond. Dus ik heb hier echt heel erg veel zin in. Ik ga denk ik gewoon lekker op de bank zitten en ik ga hierin beginnen. Dus ja, ik ben een beetje bang en heb er tegelijkertijd ook heel erg veel zin in. Dus laten we dit gewoon gaan doen en ik neem jullie gewoon mee in mijn leesproces en in mijn gedachtegang. Dus, tot zo! Gelezen en ik wil nu alvast een update geven. De eerste bladzijde, ik heb hem net op film ook even laten zien. Ik heb zelden gehad dat ik al kippenvel kreeg bij bladzijde 1. Ik hoop zo dat dit boek zo mooi blijft, want alleen die eerste bladzijde, al die zinnen, hoe het beschreven was, ik ben nu al helemaal, ik heb heel veel zin om dit boek verder te lezen. Ik ga heel erg snel verder lezen. Thank you.
even een semi-leesvlog van. Je zult al zien, ik ben niet thuis. Ik ben weer vanaf vandaag 2 weken kattenoppas. Dus je zult me wel vaker hier zien. En ik heb alvast wel een kleine leesupdate over de nachtegaal. Want ik ben nu op 14%. Volgens mijn Kobo nog 6 uur te gaan. Dus dat duurt nog even. Ik heb niet super snel en veel gelezen. Want eergisteren was ik begonnen. Toen kreeg ik echt na 30 pagina's of zo heel veel hoofdpijn. Dus toen was ik gestopt. Ik zat ook niet heel lekker in mijn vel. Dus ik was gestopt. Gisteren hadden we personeelsfeest. Dus heb ik helemaal niet gelezen. En nu vanochtend. Ik was pas laat thuis. Ik sliep pas laat. Slecht geslapen. Kotsende kat. Nou, dat allemaal. En gewoon even door wat dingetjes die er gebeurd zijn. Zat ik even niet zo lekker in mijn vel. Dus ik was tijdens het lezen weer in slaap gevallen. Dus ik had echt net weer een klein stukje gelezen. En toen was ik weer in slaap gevallen. Dus ik ben van plan om nu gewoon even een half uurtje verder te lezen. Dan zit ik even een half uurtje hier. Dan ga ik daarna weer lekker naar huis. En dan ga ik even wat te eten maken. De nachtegaal. Ik had al gezegd, eerste hoofdstuk begon supergoed. Maar dat begon dan een beetje in het heden, zeg maar. En dat vond ik zo ontzettend mooi en goed beschreven. En daarna ga je terug naar 1939 of 1940. Echt net als de oorlog begint in Parijs, of in Frankrijk. En dat de mensen in Frankrijk echt nog wel de hoop hebben van, oh, we hebben een goed en sterk leger. En het komt allemaal wel goed. En dan blijkt dus langzaam, maar zeker, dat dat niet goed komt. En nou ja, begin van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. Je volgt 2 zusjes, Isabel en Vianne. En zij zijn vroeger, hun moeder is overleden. En hun vader die heeft ze eigenlijk een soort van verstoten, weggebracht naar een plek waar ze het niet heel fijn hadden uiteindelijk. Maar daar lees je niet zo heel erg veel over. En dan op een gegeven moment dan, als de oorlog begint, zijn ze al ietsjes ouder. Vianne die heeft een man en een dochtertje, maar haar man die wordt naar het front gestuurd. En Isabel is 18 en zij is een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje badass, die is van school getrapt en die probeert nu bij Vianne te komen terwijl de oorlog nu net begint. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb gelezen, dus er is nog niet zo heel veel. Tot nu toe vind ik de schrijfstijl gewoon prima. Het is niet zo wauw als dat eerste hoofdstuk. Maar misschien komt dat nog wel. Dus ja, ik ga hier lekker in verder lezen. En ik ben heel benieuwd. Ik hoop hem komende week uit te krijgen ergens. Al moet ik wel zeggen, ik heb weer een hele drukke week. Ik weet, het is geen leesvlog, maar ik kan het wel vast even zeggen. Ik ga deze week, natuurlijk de laatste 2 weken afsluitend op werk, is gewoon hartstikke druk allemaal. Ik heb donderdag hebben we met werk, met alle collega's en begeleiders die onder ons werken, hebben we een begeleidersborrel meeting, zeg maar, om met elkaar het jaar af te sluiten. Vrijdag ga ik met mijn leerlingen het jaar afsluiten. Vrijdagavond ga ik mijn verjaardag vieren voor familie. Zaterdag heb ik festival. En zondag ben ik zelf jarig en ga ik het zelf vieren nog voor vrienden. Dus ja, ik denk niet dat er zo heel veel lezen in zit deze week. Maar ik laat af en toe wat beelden zien. En ik zal af en toe wat updates geven hierover. Dus ik zie jullie de volgende keer weer. Oké, laat ik even een update geven. We zijn ondertussen een paar dagen verder en ik ben op de helft ongeveer. En ik dacht, volgens mij heb ik al eventjes geen update meer gegeven. Tot nu toe, ik vind het een mooi boek. Ik vind het een goed boek, maar hij blaast me nog niet omver. Het is gewoon, tot nu toe vind ik redelijk een standaard roman over de Tweede Wereldoorlog. Gaat over 2 zussen, Vianne. Ik noem dit het Vivian in plaats van Vianne. In mijn hoofd heet ze Vivian. En Isabel en de Tweede Wereldoorlog die breekt aan. En Isabel is bij haar vader uit huis gezet. Moet dus
eigenlijk soort van noodgedwongen bij Isabel in huis gaan wonen. Maar dan wordt er ook een Duitse officier ingekwartierd daar in huis. En Isabel is een heel opstandig meisje wat echt anti-Duitsland, anti-nazi is. En zij wil heel graag wat doen, maar ze weet niet zo goed wat ze kan doen. Dus ja, ze leeft echt een beetje op het randje, zeg maar. Ze maakt ook opmerkingen tegen die Duitser. Ja, waar ze echt wel gevolgen van kan gaan krijgen. Ze is heel erg provocerend wat dat betreft. En Vianne is moeder. Ze woont daar dus ook samen met haar dochtertje, want haar man is naar het front gestuurd. En Vianne is daarin veel gereserveerder en veel voorzichtiger. Want ze zegt, ja maar, de Duitsers kunnen dit en dit doen. En ja maar, en ze is het op zich wel eens met haar zusje. Maar ze durft en kan dat niet uiten. En zo volg je eigenlijk die twee meiden. En wat er verder nog gaat gebeuren, ga ik nog niks over zeggen. Want dat. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat er nog gaat gebeuren. Want ik zit nu op de helft ongeveer. Er gaat dus nog wel het een en ander gebeuren. En ik denk dat hetgeen wat er nog gaat gebeuren, dat dat dit boek zo sterk en zo goed maakt. Want tot nu toe vind ik het goed. Zeker 4 sterren. Het is gewoon goed. Maar nog niet wauw goed. Maar ik denk dat dat nog wel gaat komen. Ik denk dat er ook nog wel zielige dingen gaan gebeuren. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga mezelf lekker klaarmaken. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik pak mijn dekentje erbij, wat water erbij. En dan ga ik lekker een stukje verder lezen. Ik lees hem wel grotendeels op mijn e-reader. Want ik vind eerlijk gezegd het boek net iets te groot en te zwaar om dit vast te houden. Dus ik pak hem gewoon lekker op mijn e-reader erbij. Ik ben op 49%. En volgens mijn e-reader doe ik er nog 3,5 uur over. Dus ja, als ik gewoon nu weer even een uurtje ga lezen, dan ben ik in ieder geval weer wat opgeschoten. En dan krijg ik hem hopelijk deze week nog wel uit. Maar goed, we gaan zien. Een kleine update weer. We zijn weer een paar dagen verder en ik ben ondertussen op 95%. Volgens mijn e-reader heb ik nog 20 minuten te gaan. Ik zit weer even bij de katten en ik ga hem zo uitlezen. En dan ga ik nog niet meteen vertellen wat ik er nou precies van vind. Want ik moet natuurlijk Echo ook nog lezen. Die ga ik eerst lezen en dan aan het eind van deze video zal ik van beide boeken mijn aantal sterren delen en dat. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog 20 minuten te gaan. Ik ben niet omvergeblazen. Ik weet niet, misschien lees ik te veel van dit soort boeken, maar ik voel de emotie niet. Ik vind sommige dingen heel erg snel gaan. En sommige dingen heb ik het idee dat het niet helemaal klopt, dat er niet heel goed research is gedaan. Maar daar kom ik denk ik straks hopelijk in een nawoord wel achter. Maar ja, weet je, het zijn kleine dingetjes. Zoals op één bladzijde staat op het ene moment ze zweten van de hitte. En dan een paar regels later staat er ze bibberen van de kou. Dan denk ik, maar is het nou warm? Of is het nou koud? En je hebt ook een moment dat ze stapt het huis uit en de sneeuw is kniehoog. En een paar bladzijden later pakt ze een fiets en gaat ze fietsen. Dan, ik snap het niet helemaal soms hoe dat dan zit. Waardoor ik denk, zijn dit nou foutjes of zijn er verklaringen voor die niet helemaal worden uitgelegd? En dat vind ik jammer en dat vind ik een beetje afbreuk doen aan het verhaal. Dus ik denk dat dit voor mij geen 5 sterren gaat worden. Maar goed, het einde moet nog komen. Dus we zullen het allemaal nog wel zien. Maar ja, ik heb wel heel veel zin om hem verder te gaan lezen uiteindelijk. Dus hier ben ik in bezig. Ik ga hem nu uitlezen. Dan ga ik daarna zo naar werk toe om nog eventjes een paar uurtjes te werken. En dan kan ik hopelijk morgen weer in een nieuw boek gaan beginnen. En dan ga ik beginnen in Echo. Dus we zullen zien. Ik kom morgen wel bij jullie als ik een eerste update heb van Echo. Thank you.
het is ondertussen tijd voor een nieuwe update. Ik ben op pagina 135. Ja, het lijkt niet zoveel. Het is een best wel dik boek uiteindelijk nog. Ja, wat vind ik hiervan? Ik moet hem sowieso niet voor het slapen gaan lezen, want het is gewoon creepy. Het bestaat uit verschillende delen, / hoofdstukken, / perspectieven, zeg maar. En dat is ongeveer 70 pagina's per stuk. Maar dat bestaat dan weer uit korte hoofdstukjes. Zo heb je het eerste perspectief, dat is van... daar staat wat er met Julia Avery gebeurde. Dan lees je vanuit Julia Avery en dat is echt super creepy. Zij zit ergens in de bergen in een huisje en er staan ineens allemaal mensen in het trappengat. En die komen langzaam naar boven en die gaan haar soort van vermoorden. Ondertussen belt zij met haar broer Sam en Sam volg je daarna in andere stukken van het boek. Sam heeft een relatie met Nick en Nick is een vervent bergbeklimmer en hij is in de Zwitserse Alpen gaan klimmen met een van zijn vrienden en zijn vriend is omgekomen en Nick is echt ernstig verminkt en die ligt nu in het ziekenhuis en die is helemaal gemummificeerd in zijn, op zijn hoofd, zeg maar, omdat een stuk van zijn gezicht weg is. Ik weet niet, ik kan me niet echt goed voorstellen hoe het is, maar in ieder geval een stuk van zijn gezicht schijnt weg te zijn. En dat moet er weer opnieuw opgezet worden of zo. En je volgt dan een perspectief vanuit Nick, die uiteindelijk in de vorm van een manuscript gaat schrijven wat er allemaal is gebeurd. En je volgt het perspectief van Sam, hoe hij ervaart wat er dus allemaal uiteindelijk gebeurd is. Ondertussen is het stuk van Sam, vind ik, een beetje meh. Ik vind Sam niet zo'n heel leuk personage. Misschien komt het nog, maar het is gewoon een beetje een verwend nest. Zo komt hij over en hij is heel erg van, oh ja, Nick is nu verminkt, dus vind ik hem niet meer leuk, bla 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 bla. Ik denk, hallo, wees blij dat hij überhaupt nog leeft. En de stukken van Nick volg je dus, dat hij vertelt wat er allemaal is gebeurd op die bergen. En dat is echt wel creepy. Er gebeuren gewoon wat creepy dingen. Het is gewoon echt een heel onheilspellend gevoel wat ik erbij heb. Sommige stukken ben ik ietsjes meer aan het scannen, omdat dan gaat het echt over dat ze op die bergen lopen. En denk ik, ja, maakt me niet zoveel uit. Maar ik vind het verhaal tot nu toe wel heel erg interessant. Ik ben heel erg benieuwd wat er verder allemaal nog gaat gebeuren. Dus ik ga lekker een stukje verder lezen. Ik ben mijn bladzijde 135. Ik wil denk ik in ieder geval tot 200 of zo gaan komen. Even kijken. Ja, het moet wel lukken denk ik. Tot ongeveer 200. En dan ga ik weer lekker naar huis. En misschien vanavond nog even een stukje verder lezen. Ik hou jullie op de hoogte. Oké, even een kleine update. Ik ben op pagina 197 en ik twijfel of ik het boek uit ga lezen. Ik was net op zich nog wel enthousiast, maar er gebeuren hier zulke rare, vreemde dingen dat ik denk, ja maar dat is niet helemaal mijn straatje op deze manier waarop het gebeurt. Kijk, dat er wat paranormaals in zit, dat wist ik. Want dat is gewoon wat Thomas Oldehuffelt schrijft. Maar ja, ik weet niet of wat ik nu ga zeggen spoiler is. Als je het niet wil weten, spoel dan even 10 seconden door. Want ik ga het nu zeggen. Deze kerel die is bezeten door een berg. En ik heb aan Willemijn gevraagd. En uiteindelijk wordt hij een berg. Oké. Dit gaat een beetje boven mijn pet. Dit is iets wat, ja, dat ik denk, dit is gewoon raar. En ik vind het ergens nog wel interessant om te lezen. Maar ik heb ook zoiets van, dit is het gewoon niet voor mij. En ik wil het niet per se een slechte rating geven. Omdat het op zich geen slecht boek is, maar het is niet helemaal mijn boek. Dus dan kan ik hem denk ik gewoon beter DNF'en, denk ik. Ik ga nog een heel klein stukje verder lezen en dan ga ik hem wegleggen en dan ga ik gewoon lekker zo op mijn balkon gewoon lekker serietje kijken en dan besluit ik denk ik morgen of ik ga doorlezen of dat ik hem DNF. Goed, ik laat het morgen weten.
Het is ondertussen de volgende ochtend en ik heb hem niet uitgelezen. Ik ben ermee gestopt. Ik ben tot bladzijde 213 gekomen. Dat is ongeveer op de helft. Is het ongeveer op de helft? Nee, iets voor de helft. En dit is niet mijn boek. Ik ga hem DNF'en. Ik ga hem ook geen sterrenrating geven. Allereerst omdat ik hem niet heb uitgelezen. Maar daarnaast ook omdat ik denk, het is op zich geen heel erg slecht boek. Ik geloof echt wel dat het een boek is wat goed in elkaar zit. Het proloog had echt 5 sterren. Die was echt heel erg goed. En de spanning en de creepiness en het horror element, daar hou ik wel echt van. Hij schrijft leuk. Dat was gewoon allemaal hartstikke goed. Maar het is zo bizar dat het voor mij next level is, zeg maar. Ik heb van Thomas Oldeheuvel heb ik Hex gelezen. Die vond ik dus ook bizar. Vooral de laatste 50 pagina's vond ik een beetje te bizar. Dat ik dacht, oké, vind ik een beetje jammer. Maar goed, heb ik alsnog wel 4 sterren gegeven. Ik heb van hem November gelezen. Was ook wel bizar, maar die vond ik echt heel erg goed. Die heb ik 4,5 ster gegeven. Dus ik dacht, ondanks de mindere recensies ga ik hier wel positief in. Want blijkbaar hou ik wel van die bizarre dingen. Maar dit was echt next level. Dit ging gewoon echt boven mijn pet. En ik heb bij Goodreads gezegd, het boek was echt steengoed. De mensen die het boek hebben gelezen, die weten wat ik daarmee bedoel. Steengoed. Maar niet voor mij, nee. Zonde, want hij is op naam gesigneerd. En ik ga hem denk ik gewoon op Vinted zetten. En ja, mocht iemand hem over willen nemen voor een klein prijsje, kijk even op mijn Vinted. Want misschien staat hij er nog wel op en dan kan je hem overnemen. Dus DNF zonder sterren. Gewoon niet helemaal mijn ding. En ik had natuurlijk De Nachtegaal gelezen van Kristin Hanna. Deze kreeg gemiddeld uit meer dan een miljoen reviews, kreeg die gemiddeld 4,6 sterren. Dat is gewoon echt knijterhoog. Ik heb van meerdere boekstagrammers, booktubers gezien dat dit een van hun favoriete boeken ooit is. En ja, dan krijg je weer het stukje verwachtingen. En om eerlijk te zijn, ik vond het een goed boek. Ik vond het een prima boek. Maar ik had er zoveel meer van verwacht dat ik dacht, ja maar alsnog is dit eigenlijk gewoon een standaard Tweede Wereldoorlog roman zoals er veel meer zijn. En ja, de schrijfstijl is fijn en ja, het zit wel prima in elkaar. Maar dat zitten heel veel andere boeken ook. Dus ik snap niet waarom dit boek zo goed is en andere boeken die ik heb gelezen mindere reviews krijgen, terwijl ik die misschien nog wel sterker vind, omdat die bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op een waar gebeurd verhaal of wat dan ook. Dus ik zei ook al tegen Patricia, ik denk als de hype niet zo groot eromheen was geweest, had ik hem denk ik 4 sterren gegeven. Maar nu geef ik hem 3 sterren, omdat hij voor mij niet voldoet aan mijn verwachting en aan de hype die er omheen wordt gezet. Ik vind het sowieso geen 5 sterren boek. Er waren rare dingen in die helemaal niet klopten. Zo het ene moment liep ze de deur uit en stond ze tot aan de knieën in de sneeuw. En het andere moment stapte ze op de fiets. En het ene moment, ja, gewoon een paar kleine dingen. Ik weet niet eens meer precies wat het was, maar gewoon een paar kleine dingen die daarin gewoon niet helemaal klopten. Ik had ook het idee dat de auteur echt, het is een fictief dorpje, fictieve personages. En dat de auteur gewoon heeft gezegd, dit zijn slechte dingen van toen. En dat zijn slechte dingen van toen. En dat zijn slechte van dingen van toen. En dat ze het allemaal bij elkaar heeft gegooid. En dat allemaal in één boek heeft gestopt. Er gebeurde zoveel. En alsof ze de hele oorlog in één klein stadje had willen stoppen. Ik zag een review van iemand op Goodreads. Die zei, het verbaast me dat Hitler daar nog niet een vakantiehuisje had. En toen dacht ik, ja, dat klopt, dat had zomaar in dit boek gekund. Omdat zij echt de hele oorlog zich wilde laten afspelen in dat Franse dorpje. En ja, het viel me gewoon een beetje tegen. Ik zat de hele tijd te wachten tot wanneer gaat het nou gebeuren? Wanneer gaat het nou gebeuren? Ik miste een beetje een binding met de personages. Dus ja, nogmaals, geen slecht boek. Ga hem ook zeker lezen als je ervan houdt. Want als je van oorlogsromans over de Tweede Wereldoorlog hou, ga hem dan ook zeker lezen, want het is een mooi boek. Maar
Maar ik vind hem persoonlijk geen 5 sterren waard. Dus ja. Het hoogst gerate boek van mijn TBR geef ik 3 sterren. En het laagst gerate boek van mijn TBR heb ik gedNF'd. Ik vond het eigenlijk wel leuk om zo'n video te maken. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Heb je een van deze 2 boeken gelezen? En wat vond je ervan? Laat het ook hieronder eventjes weten. Zou je vaker zulke soort video's willen zien? Dat ik gewoon een video maak over dat ik 1 of 2 boeken lees. In plaats van bijvoorbeeld een leesvlog. Laat het ook hieronder even weten. Want ik ben een beetje aan het experimenteren. Dat ik denk, wil ik meer van zulke video's maken? Of wil ik juist echt wekelijks die leesvlogs blijven doen? Dus ja. Laat het even weten. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!